Een hele goede morgen, want fijn dat je kijkt. Heb jij de koning of de koningin al ontmaskerd? Ja. Dit is onze eerste hint. Hopelijk helpt het je. Het is vandaag dinsdag 21 april en jongens, het is vandaag een spannende dag. Ja, er komt meer duidelijkheid. En hoe is het eigenlijk met jullie? Ben je zenuwachtig? Ben je helemaal niet gespannen? Wij zijn benieuwd. Laat het even achter in de comments. Vandaag de shout-out van Jinke Bloemsma en ik ga hem even voorlezen. Ik wil graag een shout-out doen naar mijn moeder, omdat mijn moeder een vitaal beroep heeft. Dus even een dikke duim voor de moeder van Jinke. Het is tijd om te rekenen, maar eerst even een weetje over het Koningshuis. Maxima is geboren op, even spieken... 17 mei toch? Ja, 1971. En ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe oud is ze nu? Bijna Sarah. Toch? Ze is toch 48 dan? Ja, 48 jaar. Het is tijd om aan de slag te gaan, jongens. Ja. Je hebt gerekend, nu is het tijd voor een tussendoortje. En dat is weer een challenge van nieuwsgierig denken. Check even zijn Instagram kanaal. Ja, Christian, ben je klaar? Je zit al, hè, met een papiertje. Ik ga even iets pakken. Oké, ik ben er weer. Dit heet niet spieken. Jij krijgt zo meteen een voorwerp. Ja. En jij moet naar het voorwerp blijven kijken en tekenen op je papier. Maar je mag dus niet op je papier kijken. Ja? Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Daar komt-ie. Kijk naar het voorwerp en succes. Nee, niet dit op je papier, hè? Nee, ik kijk zo. Hoeveel stippen heeft hij? Wist je dat je bij een dobbelsteen altijd... Sorry. Aandacht. Denk aan je aandacht. Concentreren, jongen. Maar kijk jij ook daarheen? Kijk eens naar de camera dan. Nee, ja, ik wil eigenlijk gewoon weten hoe het eruit ziet. Oei! Sorry. Dit is het. Nou, dit is toch net echt? Het lijkt me een beetje op een kaas. Of SpongeBob. En nu jij. En dan heb je daarna lekker pauze. Oké, jongens, het is tijd voor spelling en taal. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, juf Marijke. Ja. Onze samenwerking, hè. Wij hebben natuurlijk ook een monarchie. Weet jij wat het woord monarchie eigenlijk betekent? Vind je dat wij een monarchie? Ja, er is namelijk één iemand in onze samenwerking die de macht heeft. Weet je? En dat ben ik. Het woord monarchie betekent dus dat er één iemand de macht heeft. En in Nederland is dat dus koning Willem-Alexander. Dus Nederland is een monarchie. Het is tijd om aan de slag te gaan. Pak je werk erbij. Kijk even wat je moet maken. Succes! Het is weer tijd voor de dikke draai. Ananas. Ja, en wat wij gaan doen is eigenlijk niets. En wat jij gaat doen is heel veel. Meester Christian pakt nu voor jullie 3 kaartjes. En jij moet dit ding gaan maken. Namelijk de... Stoere dansbroccoli. Ja, en dat ga je even tekenen. Stuur ons even jouw mooie stoere dansbroccoli. En loop daarna even naar je vader of moeder. Kan je gelijk even testen of zij nog weten wat zelfstandig namelijk is. En weet je wat je kan winnen? Kunnen ze iets winnen bij ons? Ja, de mooiste stoere dansbroccoli wint dus een t-shirt van Geflipt. Echt? Heb je dat geregeld? Ja. Wat vet. Dus stoere dansbroccoli's, stuur ze maar naar ons op. Dansende broccoli. Het is vandaag alweer dinsdag en dat betekent dat je gisteren challenge 1 hebt gedaan bij Wie is de Koning? Het is vandaag tijd voor challenge nummer 2. Nou, jullie hebben vast allemaal thuis wel Lego. En anders moet je even vragen of je het van iemand mag lenen. Of ja. Je bedenkt iets anders als je geen Lego hebt. Ja, dat kan spaghetti. Ook. De opdracht is, maak van Lego een kroon. En als je nou echt een Lego master bent... Dan mag je zelfs een paleis maken. Heb je wel heel veel blokjes nodig. Maak even een foto, stuur het op. Morgen krijg je alweer de tweede hint van onze Wie is de Koning. Ja, dus, als we de kronen hebben ontvangen. Hè? Ik bedoel, anders is het heel jammer.
Maar er moet wel eerst gewerkt worden voordat je de beloning krijgt. Dus eigenlijk vind ik ook dat we dan 1 kroon moeten ontvangen van jullie en een paleis. Ja, dat zou echt tof zijn. En dat we dan een hint geven. En dan vragen ze vast of jij ook met hun mee wilt doen met het programma van jou. Ja, ik wil echt graag meedoen naar Wie is de Mol. Oh, ik bedoelde nog Lego Masters. Weet je jongens, succes! Ja, dit was het voor vandaag. Tot morgen!